Vlog, 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 vlog! Het is zaterdag 23 april. We zijn hier in huis Drakenstein. En we gaan richting de wagen weglopen. Nee, je komt ook niet op de foto. Je komt niet op de foto. Ze wil niet op de foto. Nee, natuurlijk niet. Maar we gaan kijken naar de bloemencorso. Want dat doen we ieder jaar. Dat is hartstikke leuk. Ga je mee? Ga je mee? Al heel lang niet, hè? Nee, al 2 jaar niet. Zo. 2 jaar is best lang. Niet stiekem de achtergrond. Wat geld, hè? Wat kost dat huis? Meer dan 1 miljoen. Welk huis? Daar? Ja. Dat huis? Dat nieuwe bouwhuis? Ja. 1 miljoen? Ja. Dit knippen eruit. Ja. Het begint al een beetje donker te worden. Ik weet niet wat we ervan. Ga jij maar kijken. Hoe de film eruit gaat zien. Maar ik doe mijn best. Zullen we gewoon meelopen? We hadden een prima plekje gevonden. Eigenlijk de plek waar we altijd ieder jaar zitten. Maar ik heb hier wel ergens anders. Dus dan zijn we weer aan het lopen. Nou, we hebben ons stekkie gevonden. We hebben hier een muurtje en een elektriciteitskastje. Moet ik weer gaan halen? Dus daar zitten de dames op. We zijn alleen Tera verloren. Heb jij niet meer gesleutel? Het zou duren wel even, want er rijden nog steeds allemaal auto's voorbij. Dus ze liggen denk ik niet op schema, want anders was het al afgesloten. Tera zit nu op een stoeltje en ik ga er filmen, want ze gaat er geit zo meteen erheen zakken. Dat lijkt me leuk voor, op de, voor in de vlog. Nou, daar moet ze zo meteen vandaan komen. Ze lopen achter op schema, maar maakt ons niet uit, want we hebben het heel gezellig. En netje heeft dropjes. De organisatie is duidelijk wel een beetje de weg kwijt. Want ze hebben natuurlijk al 3 jaar niet meer, drie jaar niet meer georganiseerd. Maar andere jaren werd het verkeer al lang tegengehouden. Maar nu rijdt iedereen door en komen ze daar in een fuik terecht. Kunnen ze niet meer verder. Maar dat zorgt wel voor dat ze iets meemaken. Iets om naar te kijken. Hoe ze met kinderen moet praten tot ze door te dringen. Van rouw tot verliefdheid. In TikTok-filmpjes deelt de juf fragmenten van gesprekken met kinderen uit haar klas. Deze filmpjes wil je zien. Nummer 1, nummer 2. Een hele top 10. Netje wordt beroemd. Wat leuk. Ze staat in Ouders van Nu staat ze met een heel verhaaltje over hoe leuk haar en leerzaam haar filmpjes zijn. Ze staat op TikTok onder juf Nettepiet. Nettepiet, moet je even opzoeken. Hartstikke leuke filmpjes. Hoeveel vertraging hebben we nu al? Want ik wil dan, als het te lang duurt, dan wil ik wel compensatie in de vorm van een versnapering of zo. Heel erg hard voorbij. Ja, ja. Bij handhaving had hem ook. Maar hij had niet door dat hij ook politie stond. Dus ik hoop dat hij een wiel klemt. Hij reed echt heel hard. Meneer, wat verdient u? Nou, het is de bedoeling om de bloemencorso te filmen. Maar ze hebben nu al een half uur. Er rijden alleen maar politieagentjes heen en weer. Ik ben moe, dus ik ga naar bed. Want gisteren was ik een borrel van de regio en ik ben hartstikke moe. Dus helaas. Vandaag? Ja. Oh, dat valt alweer mee. Ja, nee, tegen 10. Tegen 10. Ze komen pas tegen 10. Ja, maar een filmpje is al bijna vol. Maar ik moet even vragen, want 10 is al naar huis. Tien is al huis. Ja, daar zijn ze tegen. Ja, ze zijn tegen Tine. Ja. Nou, het wordt langzamerhand steeds gezellig op het elektriciteitskastje. Helemaal leuk. Ik ga natuurlijk niet echt naar huis zitten, dat was een grapje. Had je hem uitgezet? Het duurt om 10 uur, zijn ze er pas. Even kijken of ze gelukkig zijn. Nou, we komen in beweging. Want er komt eindelijk iets aan. Het is 10 uur. 50 minuten te laat. Maar dat mag wel prettig niet drukken. Pret. Nou, de eerste wagen met bloemen, maar het is zo donker dat ik helemaal niks zie. Kun je het zien? Niet echt, hè? Nou. Ga genieten, mensen. U kunt spontaan iets geven aan de narcissen. En de 75 jaar. Ja. Ik denk misschien, ja, u bent door naar de volgende ronde. 75. Arme man. De touringcar is de traditionele uitrustbus. Er lopen allemaal scouts met boekjes te verkopen. Zo. En als die moe zijn, dan mogen ze even in de bus zitten. Voilà. Over. Hallo. Over.
je wordt wie bent in de show. Het is een reservetrekker. Als er een wagen met pech komt te staan, dan neemt hij hem over. Leuk, hè, die weetjes. Zijn jullie gek op, hè, mensen? Ben je gek op weetjes? Doe even een duimpje omhoog. Kijk, is dat het leukste. Allemaal lampjes op hun stokjes en hun trommels en zo. Echt leuk. Ze hebben geen pietelaars. Die jamborettes hebben, ze hebben lampjes en de trommelaars. Echt leuk. Hetzelfde, dan staan we bij drummers te kijken en dan spelen ze helemaal niet. We lopen alleen maar een beetje op de eerste praalwagen, Moby Dick, waarbij Dick een heel leuk Engels woord is. Mooi hoor. En het ruikt zo lekker. Jammer geen tweede prijs in de praalwagen, commercieel. Jammer dat ik geen geur YouTube heb. Dag hoor. Niet bekende, want die heeft ook gestoken. Ja, gauw doorrijden. Er komt de volgende aan. Ik weet niet wat het thema van deze is. Omarm. Dit gaat over inclusiviteit, denk ik. Oh, ja, ik zie regenboogkleuren. Leuk hoor. En het ruikt ook al zo lekker. Ze ruikt als mee. Wordt lid van Max. Oh, die hebben ze waarschijnlijk dan van de graaf van hun leden gestolen. Deze praalwagen heeft een schipper. Dat is ook leuk. Heel mooi. Herinnering aan vroeger tijden. Hallo. Mooi. Teilingen. Oh ja, daar zaten heel mooie kastelen in Teilingen. Ik ben zo benieuwd wat we hier nou van meekrijgen op de film. Want het is veel te donker. Van de avifauna. Maar alles van een groot restaurant. Oh ja, hotelrestaurant. Van de Valk, ja. Maar Afjano is ook van de vallen, geloof ik. Ja. Oh, het is wel mooi hoor. Gewoon vogeltjes. Gewoon rustgevende korden. Ja. Alleen een kind is stiek. Nee, kom maar. Luchtballon. Wauw, alleen de blondjes lekker dingen. Oh, die ligt ernaast natuurlijk. In delen. Mooi, met je hoofd in de wolk, derde prijs. Ruikt ook wel zo lekker, jongens. Mooi. De dag verdwijnt achter een gouden haak. Daar een hele vette pick-up. Dat is een leuke auto. Ja, die wil ik. Wil je die? Voor mij zijn we hier langs de fiets van de week. Oh ja. Ja, zoiets wil ik wel, mensen. Heb je er eentje staan waar je niks mee doet? Ja. Geef hem aan mij. Dat is een neef Lucas, die heeft meegestoken aan deze wagen. Tweede prijs. In de categorie gemeente. Heel mooi. Mooi hoor, Zwanenmeer. Stervende zwaan. Ja, wat wil je als je al 12 uur op zo'n wagen staat? Heel mooi. Wel weinig kleur. Ja, met zwanen is ook. Ja, zwanen. Nou, weer vertraging door Martin. Weer vertraging, hè, door jou, Martin. Weer vertraging door jou. Jongen, jongen. Heb jij langs die hele route gestaan of zo? Ja. Jee. Je kan ook van de appie sturen. Ja, joh. Wat is dit? De cellenbouw. Battle for Freedom. Hij ziet er wel helemaal uit. Oh, Indianen. Oh, sorry. American Originals. Nee, wat is dat ook weer?
Ik weet niet. Jij mag niet zeggen, toch? Oorspronkelijke bewoner. Ja, oorspronkelijke bewoners. Maar ik zie vooral cowboys. Ja. En girls. Deze meegestoken gemeente Haarlem. Hij ruikt heel lekker. Het is heel kleurig. Kleurig, Mart. Van stad naar strand. Hallo. Centrum heeft deze wagen betaald. Leuk, Chinese molen. Oh, er zijn ook bijen bij. Maya beleeft een avontuur. Bij mij. Dat Spaarnemezuin. Dit is een Spaarnemezuin, was dit? Dat is stom. Ik heb op de Spaarnemezuin gezeten. Heel kort. 3 weken. Diep in de zee. Oh, dit is de winnaar. Dit is de all over winnaar. Oh, hij is wel heel mooi. Oh, je zou daar gewoon met de vinger aan de front moeten vastpijken, een beetje. Aan de front moeten vastpijken. Mooi, maam. Nou, oh, dat is niet ik aardig. Ik heb het film, hè? Nee, oké. Okay. Klip dat er maar uit. Hi. Oh, sorry, toch hoor. Dat klinkt minder gay. Zeker, hè? Ja. Minder gay. Tweede. Dit is Efteling. Dit is Droomvlucht. Nee. Een, dat je in donkere kleur niet goed kan zien, want het is echt heel mooi allemaal, hoor. Ik moest dit even filmen, omdat ze mooi blauw is. Zo mooi. Oh, daarom zijn ze zo laat. Ze leek deze auto, die moest natuurlijk eerst opladen. Vuurtoren. En een meeuw die nee schudt. Dus dit is niet een meeuw, maar een neeuw. Een neeuw. Nee, een neeuw. Hij zegt nee. Kijk maar, hij schudt nee. Een hele karaokewagen. Ja, klopt wel goed eigenlijk. Klopt wel goed. Klopt wel goed. Dag, Mokjo. Dag hoor. Busje komt zo. Dag hoor. Kijk, en dan had je bloemen gevonden. Nou, dan komen we nu bij het einde. Zit er bijna op. Heel veel licht. Het was een kleurig, fleurig en geurig geheel. En we zijn klaar, we mogen eindelijk naar bed. Boven naar bed. Het is een dierenambulance dit. Dit is het controlecentrum, maar zie je, er zit ook niemand in. Nee. Dus daar waren ze zo laat. Communicatiewagen. Ja, kijk uit, hè. Ja, meteen zit aan de voorkant, hè. Oh, de hekken, de dranghekkenwagen. Nou, dat was het. We gaan nog even evalueren zo meteen. Nog even tijd voor een korte evaluatie. Wat was voor jou het hoogtepunt van dit festijn? Het hoogtepunt? Ja. Dat het ook afgelopen was.
Waarom gaan we er niet weer eigenlijk nog? Omdat het erbij hoort. Oh, het wordt gewoon, het is, we hebben het gewoon 2 jaar niet gehad. En dit is gewoon Haarlem. En het hoort er gewoon bij. En het is jeugdsentiment. En het is altijd fijn dat het ook weer afgelopen is. Dus dat. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Nou, ik vond eigenlijk het hoogtepunt de taart van Tera. Oh, en het was gezellig. Hele lekkere taart. Het was heel gezellig. We hebben gelachen. En het was leuk. Dus het was leuk. Nou, kunnen we die weer een jaar. Ik heb weer een jaar genoeg hyacinten geroken. Zeg ik nou goed? Ja. Ik zei het goed, hyacinten. En andere bollen. Dus het was leuk. Nou, tot zover deze vlog. Abonneer en zo later.